Yo, ik ben Robin de P en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Behind the Bars, het programma waarbij wij de lyrics van artiesten gaan analyseren. Vandaag ben ik met Colin Hoeven om zijn lyrics te analyseren. Dit is Behind the Bars. Let's go! Nou, Colin, welkom! Dankjewel man. Leuk dat je er bent. Ja, ik vind het leuk om te zijn. Voor het geval jullie het allemaal niet weten, Colin en ik, wij kennen elkaar. Hij is toevallig mijn muziekdocent geweest op de middelbare school. Way back when. En nu zit hij hier. We gaan het even hebben over wie ben je eigenlijk, Colin? Nou ja, ik kan mezelf wel even aan de kijker voorstellen. Mijn naam is Colin Hoeven. Ik ben singer-songwriter uit Nijmegen. Ik ben 36 jaar en je zou me kunnen kennen van The Voice of Holland, want daar deed ik vorig jaar aan mee. When you were lying in bed, still feeling sad over the cake that you ate. En voor de rest ga ik het hele land door en maak ik muziek. Dus dat is wat ik doe. Goeie introductie. Thanks. Je weet jezelf wel te verkopen, Colin. ja, vaak genoeg gedaan. Waar is jouw muziekcarrière begonnen? De allereerste keer dat ik een muziekinstrument aanraakte, was ik 4. Toen hadden mijn ouders heel slim gewoon een keyboard in de woonkamer gezet. En we waren allemaal heel fan van de Beatles en Paul McCartney. Dus er zat zo'n songboekje bij met stickertjes en kleurtjes. En dan ging ik zo zelf pielend muziek maken. En toen mocht ik een instrument kiezen en ik wilde heel graag drummen. Maar dat mocht niet. Het is hard. Terecht ook. En dus toen heb ik gitaar gekozen. Kan je me wat vertellen over het refrein? Wat bedoel je daarmee? Ja, dat kan. Je hebt dan zeg maar de tekst Cut the cord, go offline. Cut the cord, go offline, from time to time and you'll see. Dus ja, in feite gewoon, hè, knip hem door, ga gewoon weg, weet je. Dus doe die wifi uit of haal het stekkertje eruit. En you'll see. Dus dat je, ja, dat je uiteindelijk mag je gewoon zijn wie je wil zijn. Just imagine all the time that you have lost spending online looking for love, although you know that that's fake. Die is een beetje dubbel, want ik heb mijn vrouw dus op Tinder ontmoet. Dus in feite is love online helemaal niet altijd fake, maar het is... Er wordt ook, ja, wat, ik bedoel er dus mee dat je en die liefde die je dus zoekt van die volgers en die fans en die wat wel redelijk oppervlakkig is en wat ook zo weer weg kan zijn als je niks post. Maar ook wel inderdaad het hele Tinder, de perfecte match zoeken en maar door blijven scrollen, want er kan altijd wel iets beter. En je blijft altijd thirsty, want je moet altijd kijken wie er nog leuker is en wie er nog fijner is. Ja, dus eigenlijk, jij vraagt om deze aandacht. Ja. Ik geef je aandacht die eigenlijk misschien wat te negatief is voor jou of te bekritiseren. Je hoort niet wat je wil horen, maar ja, dan had je de vraag ook niet moeten stellen. Dus, en dus als je jezelf daar naar buiten gooit en je krijgt af en toe een minder fijne reactie, dan denk ik, ja, dan moet je het dus ook niet... Niet zenden. Nee, precies. Nou, Colin, bedankt voor het helpen om jouw lyrics te analyseren. Graag gedaan. Ik weet nu nog meer hoe kut onze maatschappij is met alle FOMO ertussen, maar ja. Hopelijk komen we er bovenop. Je had het in het begin nog even over dat jij de snelste singer-songwriter ter wereld bent. Mm-hmm. Dus ik ben benieuwd of jij even heel snel iets aan ons zou kunnen laten horen. Tuurlijk, absoluut. Ben je bang iets te missen op de tv? Al die media, wat moet je daar nou mee? Je bent jong en on, heb je verhaal, je wil het kwijt. Nou, hier is een groep mensen die weet wat je moet doen. Al abonneer je nu liever straks dan toen. In een mooie groep, de jeugd is weer aan zet. Medialandschap heeft gered. Beeldbrengers, brengt het bij elkaar. Oh, 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 brengt het weer bij elkaar. Zit jij alleen maar op je telefoon? Vind je tv niet gewoon?
Weet jij misschien niet goed wat je doet? Nou, dit was het weer voor een nieuwe aflevering van Behind the Bars. Hopelijk hebben jullie genoten. Ik in ieder geval wel. Wil je nou meer weten over Colin? Check hier beneden. En see you guys next time. Later.